Maar langs het laantje van Jochems en naderen nu de laatste bocht met nog altijd Lion's Wish de leider. Lion's Wish, Lincoln Transair op de tweede plaats, Lucci naar derde. Vierde is dan Luc Boko, de vijfde plaats daarachter is voor Lucas. Zesde, Leonie F. Boko. En in de zevende stelling volgt Louis Monami als de paarden halverwege de laatste bocht zijn. Met onveranderd Lion's Wish aan de kop. Lion's Wish, die volle lengte voorsprong nog altijd heeft op de tweede plaats, Lincoln Transair. Galoppade voor Luc Boko, die valt terug. De derde plaats is voor Lucina. En zo gaan we dan de laatste rechte lijn in. En zijn we dan op weg in de laatste 300 meter nu. Met aan de kop nog altijd Lion's Wish. Die gaat proberen zijn zege uit Groningen te herhalen. Maar de stalgenoot die gaat proberen daar een stokje voor te steken. Want Lincoln Transair die komt aan de buitenzijde nu naar voren. En neemt de leiding over. Lincoln Transair die gaat hier af op de overwinning. Ja, en zo gaan we dan de laatste meters in. En is het Lincoln Transair die het gemakkelijk wint op de tweede plaats. Volgt dan Lion's Wish. En daar komt de derde PD. Dat is voor de derde plaats Tom Kooijman met Lucas. Ja, Peter Delen, hier doen we het voor, hè? Ja, bijzonder. 1, 2, 3. Ja, dat had ik van tevoren niet gedacht. Zeker niet met deze. Want die was echt heel bang van de spiegel in het voorwerk. Dus klasse. Ja. De volgorde verrassend? Ja, ook wel. Ja, ook wel. Ik had eerlijk gezegd Bas als eerste verwacht. Maar des te leuker eigenlijk. We zullen eens aan Dennis vragen hoe dat kwam. We wachten nog altijd op groen licht, Rogier. Maar ik kan je alvast wel verklappen dat het een gigantische kilometertijd is. 1:15:09. Fantastische tijd. En hier wordt weer keurig aan de anderhalve meter gedacht. Dat zien we graag. We wachten nog even op bevestiging. Misschien niet een leuke volgorde, misschien niet helemaal de verwachte volgorde. Nou, waarom niet? Het zijn 2 jaren, alles is mogelijk. Dat is waar, maar de laatste keer was je behoorlijk achter hem. Ja, toen namen we geen risico en dat deed ik nu eigenlijk van huis uit even risico en onderweg ging ik Bas volgen, ja, dan trek je uit. En het zijn lekkere paarden, speedpaarden die het begrijpen. En vorige keer hebben ze veel geleerd, dus dan kun je het zo winnen. En nou vond je alleen de spiegel nog een beetje eng en nog wat andere dingen zo te zien. Ja, het is echt een heel lastig paard om langs de spiegel te krijgen. Wolfra is er ook een probleem, maar ja, hij leert het gelukkig. We gaan, denk ik Martin, hem voor laten rijden of nog niet? Rogier Groenlicht, we kunnen gaan voorrijden met de winnaars Lincoln Transair en Dennis Minema. Deelnemers, start vrij. Start vrij klinkt, dames en heren, voor de eerste selectieproef van vandaag. Duindichtse 2-jarige steeks. 7 stellen ze op achter de auto. Nog 100 meter tot het startpunt. ...30 meter start. Paarden zijn gestart voor het eerste programmanummer van vandaag. De 2-jarigen zijn onderweg voor een vette prijzenpot. Na de start is er een strijd om de leiding, zoals we die altijd zien. En is het stal PD Legioen dat een aantal plaatsen in de front rank bezet, zoals daar aan de buitenzijde. Lion's Wish direct de leiding neemt. Lion's Wish die heeft de leiding genomen van de stalgenoot Lincoln Transair. En zo gaan we de eerste meters door. In derde positie volgt daarachter dan Lucina. Paarden gaan de eerste bocht in. Verderweg in het veld is het Luc Boko. En die wordt dan gevolgd door Lucas. En aan de start van het veld hebben Louis Monami en voorlaatste is dan Leonie F. Boko en de paarden komen de bocht door en gaan op weg naar de overzijde van de baan. Met aan de kop nog altijd Lion's Wish. Lion's Wish met Bas Krebas, die heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Lincoln Transair. Lucina, die volgt in derde positie. Op een tweede lengte erachter Luc Boko. Die wordt dan gevolgd door Lucas. En achter Lucas is het dan Leonie F. Boko. En op jacht na aansluiting is Louis Monami. Paarden langs het laantje van Jochems en naderen nu de laatste bocht.
Met nog altijd Lions Wish de leider. Lions Wish, Lincoln Transair op de tweede plaats. Lucina derde. Vierde is dan Luc Boko. De vijfde plaats daarachter is voor Lucas. Zesde, Leonie F. Boko. En in de zevende stelling volgt Louis Monami als de paarden halverwege de laatste bocht zijn. Met onveranderd Lions Wish aan de kop. Lions Wish, die die volle lengte voorsprong nog altijd heeft op de tweede plaats. Lincoln Transair. Galoppade voor Luc Boko. Die valt terug. De derde plaats is voor Lucina. En zo gaan we dan de laatste rechte lijn in. En zijn we dan op weg in de laatste 300 meter nu. Met aan de kop nog altijd Lions Wish. Die gaat proberen zijn zege uit Groningen te herhalen. Maar de stalgenoot die gaat proberen daar een stokje voor te steken. Want Lincoln Transair die komt aan de buitenzijde nu naar voren. En neemt de leiding over. Lincoln Transair die gaat hier af op de overwinning. Ja, en zo gaan we dan de laatste meters in. En is het Lincoln Transair die het gemakkelijk wint op de tweede plaats. Volgt dan Lions Wish. En daar komt de derde PD. Dat is voor de derde plaats Tom Kooijman met Lucas.